Op zaterdag 22 oktober worden de boe in Oud-Gelijn worden zaterharmoniekjes treffen van de Jijlanjers. En start worden natuurlijk even bij. Verwerde geluiden, verzinde bij en muziek, dat wordt het thema. Henry, verstond je bij de Eerlijners in Oud-Gelijn, Henry? Ja. Dit is niet het eerste treffen, nummer gaan. Nee, we doen het ondertussen al voor het vierde of vierde jaar zelfs hier in Tubertus Hoes. Dus we gaan ons vroeger even gestart bij Nouden Annie. Die zaten nog in het café Het Veldje hier op de Pesch. Dus hebben we toen gestart achter een zeilke. We hebben een aantal jaar niks meer gedaan en nu, sinds een jaar of vier of vijf zit vaak in, ja, bij het Tubertus Hoes. Repeteren we nogal sinds de nodige jaren, ja. Ja. Je zit echt groeien, hè? Ik zag heel veel leden op de bühne staan. Hoeveel man zit je? We zijn totaal met 26 leden, ja. Ja, voornamelijk zijn we met 23 man en meisjes dan natuurlijk. Maar we hebben de laatste jaren de nodige jongelingen aan was en dat is ja wel leuk. Altijd toch weer wat vernieuwingen bij de zaterdag manier. Zo. Ja. Bieden zaten helemaal niet kijken naar de lol, de spas, de drank, de vriendschap. Wat steeds bieden ze Eerlijnders eigenlijk bovenaan? Nee, wat begint je met? Voornamelijk de spas, ja. De spas. Ja, natuurlijk ook de vriendschap. Dat ding een beetje met elkaar samen. Ja, en het pilsje drinkt natuurlijk al een keer. Wieveel van dit soort treffen schoot Geer zelf nog af? Hoe groot Geur van her nog dit jaar? Ja, dat verschilt een beetje. Hè. We hebben de komende paar weken toch wel redelijk druk. Toch wel ieder weekend weer gaat. Dat van richting Ech. En ik weet niet hoeveel nog allemaal de baan moet. Maar ook de andere kan je richting Brunsum, de komt wel lekker. Wat doet je met de carnaval precies die dag vooraf? Ja, dat begint voornamelijk ook met de opwarmrepetitie dan. In de stad, ja. Helemaal leuke happening. En dan natuurlijk ook inderdaad met de carnavalzaak zelf, met optocht, waar we dan met gewoon. En die andere dagen zijn we voornamelijk in Oud-Gelijn te laten bij. Ja. Ja. De muziek, het zal nog de ganse of het zo doorklinken. Henry, heel veel succes en misschien tot volgend jaar. Ja, dankjewel.